Of, maar niet zonder daar eerst nog een serieuze lap op te geven. Met een man waar we eigenlijk een tijdje op hebben moeten wachten de laatste tijd. Het is een straffe gast, want hij is vanavond zowel live op 1 te zien als hier op het podium van Mano Mundo. Het is een man, toen ik net bij de radio begon te werken in het jaar 2000, werkte ik voor een talkshow die heette Levende Lijf. Ik was toen redacteur. En toen zei hij plots, Bart Peeters die gaat als zichzelf liedjes zingen in het Nederlands en hij is een beetje zenuwachtig. En hij wil dat eens een keertje komen uitproberen in een radiostudio op Radio 1. En toen koos hij ons programma om dat te doen. En meteen was het daar, de vonk tussen hem en het publiek. Ik weet dat hij onder meer toen Hijst aan Zee zong, wat nadien een ongelooflijk grote hit zou worden. Hij heeft het 10 jaar lang volgehouden, 4 cd's gemaakt en plots, zo 2 à 3 jaar geleden, zei hij, en nu stop ik even, ik hou ermee op, het is even gedaan, ik wacht even. Hij heeft gewacht, dames en heren, tot vanavond, tot die 20e editie van Mano Mundo, om opnieuw te beginnen. En heel erg trots zijn wij hier in Boom, dames en heren, jongens en meisjes, laat dit een lange nacht worden, hier is Bart Peeters! Maar wij willen geen standbeeld en ook geen ontzag. Wij willen vandaag doen wat morgen niet mag. Yeah, dan worden we helden of toch voor één dag. En moeten we blij zijn dat dat tijdelijk maakt.
We gaan een liedje spelen en ik denk dat het Paula zit. Ik denk het wel.